Het unieke oeuvre van Juliaan Lampens inspireert verschillende generaties architecten, tot ver buiten onze landsgrenzen. De fascinatie van Lampens voor het architectuurdetail en zijn zoektocht naar puurheid van materiaal en afwerking spreken nog steeds tot de verbeelding. Het Vlaams Architectuurinstituut brengt in de vorm van een tentoonstelling en een boek een eerbetoon aan deze bijzondere architect. Ik heb het werk van Juliaan Lampens leren kennen in 1992. Als tweedejaars architectuurstudent had ik het geluk om de tentoonstelling van Juliaan Lampens in de Singel te kunnen bekijken op aanraden van mijn docenten. Was ik de aftocht vanuit Wevelhem naar Antwerpen gemaakt om daar in 1992 die fantastische tentoonstelling te zien. Voor mij was dat een hele wereld die zich opende, niet alleen op architectuur vlak, maar ook hoe dat die tekeningen, die maquettes, was een fantastisch gegeven. Ik weet ook nog dat dat een van mijn eerste architectuurboeken was dat ik toen gekocht heb. Ik weet nog heel goed en ik denk dat moet rond het jaar 2000 geweest zijn, dat we met een aantal vrienden samen de zondagnamiddag het plan opgevat hadden om in een regenachtige dag toch een aantal projecten van Juliaan Lampens te gaan bezoeken. De kapel hebben we toen bezocht en we waren ook onze stoute schoenen aangetrokken om gewoon aan te bellen in de woning van Wassenhoven waar we vandaag zitten. Even ding-dong, gewoon met de ambitie, we willen het toch ooit gezien hebben. En dan kwamen we eigenlijk in de woning. Het was slecht weer, dus helemaal niet de ideale context. De woning was in zijn volle beleving van bewoning, zou je kunnen stellen. Dus dat betekent dat eigenlijk de bewoner het huis overnam. Maar het fantastische van dat gegeven is ook dat die woning dat perfect aan kan. Ik had helemaal niet het gevoel dat daar iets mee misliep. Dus dat kan alleen maar betekenen dat die architectuur dit aan kan en dat die architectuur dit toelaat en zelfs ook wel wil toelaten. Wat dan misschien mogelijk wel soms een keer een misvatting van de architectuur van Juliaan Lampens zou kunnen zijn, dat het objectmatig is. Maar in mijn inziens heeft dat niets met een objectmatigheid te maken, niets met de celebratie te maken. Neemt dat over wat hoe wat. Prachtig. Die relatie binnen-buiten is formidabel. Hè? Ik denk dat het werk van Juliaan Lampens in een architectuurgeschiedenis een eigen plaats inneemt. Een eigen plaats in de zin dat het een heel persoonlijk werk is. Dat het zou kunnen een mislezing krijgen vanuit een soort van hoek die men algemeen het minimalisme zou gaan noemen. Ik denk dat het helemaal daar niks mee te maken heeft. Het heeft te maken met die directheid van een architectuur. Het fijne van de woning van Wassenhoven is die directheid met binnen en buiten, maar dan toch wel weer door de positionering van de deur die net achter mij staat, tonen dat er een grens is tussen binnen en buiten. En dat is het fantastische van die architectuur en dat is het bijzondere van die architectuur. En in die zin zou je kunnen stellen dat het hier bij het modernisme aansluit. En als we dan durven denken aan een architectuur van Le Corbusier, dan zou je daar associaties kunnen in vinden, maar dan niet vanuit het materiaal, maar vanuit de visie van op de architectuur. Voor de tentoonstelling hebben we de link naar het detail hebben we gelegd met het project in Blankenbergen, onthaalcentrum voor toeristen. Een ontwerp die niet gerealiseerd was, maar die effectief wel tot een ontwikkeling gekomen was dat het à la minute als het ware kon gebouwd worden. Met andere woorden, elk detail van het volledige project is uitgetekend, is gemaakt geweest, stond klaar om gebouwd te worden.
Het project is gekozen omdat het enerzijds een project is die door het feit dat het nooit gebouwd is, ook zijn plaats enkel in het publicatie en een publicatie heeft kunnen vinden, maar die nooit in een soort van andere context zichtbaar gemaakt is. De woningen zijn heel vaak belicht in tentoonstellingen. De woningen zijn ook maar een gedeelte van het oeuvre van Julian Lampens. Het is ook fijn om eigenlijk de schaalsprong of aan te tonen dat de schaalsprong van de woning naar een veel groter project ook een evidentie is in het werk van Julian Lampens. Het zou kunnen een misvatting zijn dat het gaat over alleen maar het maken van woningen. Het is een architectuur die niet aan de schaal gebonden is. Het is een architectuur die aan een wijze van kijken gebonden is. Met andere woorden, het dergelijk project die we in het archief vonden van Blankenbergen staat voor dezelfde attitude van architectuur. Het architectuurdetail neemt een fundamentele plaats in het werk van Julian Lampens. Het is een architectuur die ontzettend belang hecht aan elke schaal, elke stap in de schalen van de architectuur. En dat betekent ook dat het detail even belangrijk is als de totaliteit. Niet als een fetisch element, niet als een soort van doorgepuurd element, maar als een element die een ondersteuning geeft aan het geheel. En vandaar dat we eigenlijk de stap gemaakt hebben om die 1-op-2 details vaak getekend, die hebben we als tentoonstellingsobject genomen om de tentoonstelling te maken. Waarom? Omdat je eigenlijk daar de hand voelt van het denkend tekenen. Het maken van dat detail en door de grote schaal voel je de kracht van dat materiaal. Voel je de werking van dat detail in zijn geheel. De traagheid van het tekenen met de hand en de voeling dat die proportie, die echte werkelijkheid kent, wat dat in een digitale wereld niet aanwezig is, maar in een analoge wereld wel, maakt dat je dat detail lijfelijk als het ware voelt. Het is ook een woning waarin iedere keer dat je opnieuw komt, dat je nieuwe dingen ziet. Ja, ja, dat is juist. Een andere benadering. Ga maar. Dat is eigenlijk een eigenschap, vind ik, van goede architectuur. Ja. Dat je hem niet laat lezen in één keer. Mm-hmm. Ik zie ontzettend veel plezier in het bedenken van details. En plezier in het maken van een detail. Niet naar het zoeken van het oplossen van het probleem, maar naar het zoeken van hoe kan ik hier nu omgaan met elementen? Hoe kan ik omgaan met dat binnen-buiten? Hoe kan ik een hoek omplooien? En daar zit gewoon een plezier in. En dat plezier komt terecht uit die tekeningen op u af. We hebben eigenlijk dat plezier ook gedeeld in het maken van de tentoonstelling. Hoe dat we die zaterdagen doorgebracht hebben en we hebben dat plezier gedeeld. Ik vind dat heel belangrijk omdat dat ook zo ontstaan is. Ja. En we hebben dat eigenlijk verder gezet.